vond u van de opening van dit 100-jarig bestaan? Ja, vond ik echt heel mooi. En vooral het boek, zeg maar, met alle verhalen erin van alle medewerkers van deze zaai. En dat de koning dat opent, ja, dat vind ik echt fantastisch. Echt, heel mooi. Wat is uw link met Tata? Mijn link? Mijn link is dat ik werk nu al 33 jaar. 2 jaar bedrijfsschool en daarna al 31 jaar in de staalfabriek aan het werk. En eigenlijk door mijn vader, die heeft er al gewerkt. En mijn opa ook. Dus vrij na de oorlog is die hier terechtgekomen. En mijn vader is met mijn opa meegegaan. En uiteindelijk ben ik hier ook op het bedrijf terechtgekomen. En nu mijn zoon, die is ook werkzaam in dezelfde fabriek als dat ik werk. Dus dat vind ik is wel heel erg mooi. Wat vindt u van 100 jaar staal in deze regio? 100 jaar staal is ook 100 jaar trots. En ik ben nu bij de openingsceremonie, zou je kunnen zeggen, van de feest die nog gaan plaatsvinden. En ik vond de opening indrukwekkend, omdat je die prachtige beelden ziet vanaf de start met Wenckenbach tot nu. En de mooie toekomst die er is als het gaat om het produceren van duurzaam staal. Ja, daar kun je wel trots zijn. Ja, want het is niet alleen welvaart, hè, wat de staalindustrie ons heeft gebracht. Maar het heeft natuurlijk ook een impact op ons milieu. Ja, staal heeft zeker impact op de omgeving en op het milieu. Daarbij is het wel zo dat staal, dat hoorden we zo, bijna volledig wordt gerecycled of opnieuw wordt gebruikt. Dus het is ook een heel duurzaam product. Dus als je het ook duurzaam kunt ontwikkelen met minimale milieuschade, dan is het een prachtig product. En dat is ook de ontwikkeling die Tata nu doormaakt. En ook daar kun je trots op zijn. De opening was in ieder geval spectaculair. Ja, dank u wel. Ik heb er ook van genoten. Ik had natuurlijk eerder al een voorproefje gezien. Maar deze opening is een voorproefje van de grote theatrale show die we ook laten zien in alle grote evenementen. En de première daarvan is vanmiddag om 5:00. Gefeliciteerd met 100 jaar staalindustrie. Dank u wel. Nou, 100 jaar staalindustrie in de Eimond. De staalindustrie bestaat al wat langer. Ja, uiteraard. Maar ik weet wat u bedoelt hoor. Ja. We zijn heel blij en ook heel trots dat we dit zo hier mogen en kunnen vieren. En het is natuurlijk een hele belangrijke mijlpaal, laten we het zo noemen. Het is, want we willen echt niet stoppen. We willen nog vele jaren, misschien de volgende 100 jaar, ook hier nog verder. En daar bouwen we natuurlijk aan en op. En is het moeilijk om te overleven met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de wereldeconomie? Nou, de staalindustrie is een industrie die altijd door pieken en dalen gaat. En we hebben een heleboel dalen in het verleden gehad, die hebben we allemaal weten te overwinnen. En zo zullen we ook in de toekomst, als er weer eens iets gebeurt, weten te overwinnen. Op dit moment is de markt, dat is altijd het belangrijkste. Het is goed en de klanten willen graag ons staal hebben. Dus wat dat betreft hebben we op dit moment geen zorgen. En in die 33 jaar dat u hier werkt, is er veel veranderd? Ja, er is heel veel veranderd. Ik zit nog steeds in dezelfde fabriek. Maar als ik zie hoeveel dingen we veiliger hebben gemaakt, milieuvriendelijker hebben gemaakt. Veel verbeteringen, veel geautomatiseerd, veel efficiënter aan het werk. En toch, de productie is een heel eind omhoog gegaan. En dat is gewoon heel mooi. En daarbij is het ook zo, en dat vind ik ook heel fijn van Tata, dat wij ook permanent eigenlijk wel in gesprek zijn met Tata. En niet alleen wij als bestuurders, gemeentebestuurders bijvoorbeeld, maar ook de buren, mensen die om Tata heen wonen. Tata is zeer toegankelijk gesprek aan te gaan. En dat is fijn. Een goede buur. Was het een enorme klus om dit jubileum te organiseren? Ja, wat denk je? Inderdaad een enorme klus. De kop is eraf, nu met het bezoek van de koning. Dus dat is in ieder geval een belangrijke stap die we gezet hebben. Maar de festiviteiten gaan nog wel een tijdje door. Er zijn allerlei verschillende evenementen gepland. Een hele klus, maar ook een hele eer. Het is een heel belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het bedrijf. En de geschiedenis van de Eimond en de industriële geschiedenis van Nederland. En het bedrijf betekent enorm veel in de harten van collega's, medewerkers, buren, omwonenden. Een hele klus, maar een hele eer. En jullie hebben een goed plan voor de verduurzaming, heb ik gehoord. Ja. Ook dat is een heel belangrijk onderwerp voor ons als Tata Steel hier in Namuiden. Wij willen
Dat is onze ambitie, het meest duurzame staalbedrijf van de wereld worden. We hebben daar technologieën voor ontwikkeld waarmee we dat kunnen doen. In de speeches die gehouden zijn, zijn een paar voorbeelden genoemd, zoals onze Hisarna-project. Maar ook de samenwerking die we met chemisch bedrijf Dow Chemical willen opzetten om te kijken of we daar gezamenlijk die duurzaamheid verder vooruit kunnen leiden. Te weinig tijd om het zelf nog te doen.